En de enige veerverbinding tussen Suriname en Guyana, die bekend staat als Canawaima, zal binnen een maand weer operationeel zijn. Dat verzekert minister Vijay Chotkan van Openbare Werken onze nieuwsdienst. De boot is sinds mei uit de vaart gehaald omdat beide motoren defect zijn. Hierdoor zijn de passagiers die de oversteek van en naar Guyana willen doen genoodzaakt voor de backtrack route te kiezen. Dit zorgt voor een enorme chaos. Daarnaast is er geen controle op wie het land binnenkomt omdat er geen douanepost aanwezig is. Volgens Chotkan heeft de reparatie lang op zich laten wachten omdat Guyana niet snel genoeg haar medewerking heeft verleend. Intussen zijn de onderdelen al gekocht en moeten de herstelwerkzaamheden binnen niet al te lange tijd beginnen, zegt Chotkan. Wat Canawaima betreft mag ik u aangeven dat het wanneer het aan mij zou liggen alleen, zou het liever 3 maanden terug weer in bedrijf zijn dan tot nu toe niet. Wat ik daarmee wil aangeven is dat ik eindelijk een reactie heb kunnen krijgen van mijn collega in Guyana, de heer Patterson. Dat hebben we bestudeerd en de bedoeling is om in augustus nog een meeting te arrangeren met beide ministeries, beide actoren, om ervoor te zorgen dat de zaken die besproken moeten worden. En we moeten eerlijk zijn, wederzijds zijn er fouten gemaakt, maar ik weet niet of het nodig is om vingerwijzing te gaan doen, omdat je nooit gaat uitkomen als je een schuldvraagstuk op tafel legt. Dat is ook niet mijn bedoeling. Maar dat we uit die situatie komen, dat moet een feit zijn. En het is meer een kwestie van goede afspraken maken. Goede afstemming, goede afspraken maken, dat goed vastleggen en dan moeten we er doorheen kunnen gaan. We hebben niet gewacht, we hebben dus reeds een aanvang gemaakt om dus die Canawaima te gaan servicen, motoren vervangen, maar ook de last- en constructiewerken die dus gedaan zouden moeten worden. Daar zijn we dus mee gestart. Chotkan zegt verder dat Canawaima na de reparatie niet meer afhankelijk zal zijn van een duwboot. Volgens hem zal Guyana in de tussentijd een andere veerboot inzetten. Dus de tussenoplossing is die duwboot en helaas is het niet gelukt om het dus uit te voeren. Omdat vanuit Guyana die respons niet is geweest om die terminal open te stellen. Als ze dat hadden gedaan, dan was die operatie al lang geleden gestart. Als die zaken natuurlijk in Suriname zijn waarover ik het net had, die componenten, dan hebben we een afspraak met de monteur, degene die dus die boot gaat aanpakken, om tussen binnen een maand zover te kunnen zijn om alles gedaan te hebben, zodat het weer in operatie gaat. En dat moeten we goed bespreken met onze buurland Guyana, omdat we in die periode wel hun boot hier nodig hebben om die operatie te draaien. Dat is de Sandaka. Dat is ook eerder gedaan, het is niet nieuw. Eerder is dit ook, heeft zich ook dit voorgedaan. Het is een machine, je moet hem van tijd tot tijd uit die operatie halen om het te servicen. En daar gaan zij moeten inkomen natuurlijk om dan die transportroute te onderhouden. Dat was dus minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de Canawaima-veerverbinding. Hij verzekert dat de boot binnen een maand weer operationeel zal zijn.